De 22-jarige Colin Benders is in zijn nopjes als hij hoort dat kaartjes voor zijn Kite Man's hip-hop orkest meer dan goed verkopen. Maar dat kan helemaal niet, joh. Debbe, gisteren zijn we in de voorverkoop gegaan voor die Tivoli, toch? Er zijn vandaag al 111 kaarten verkocht. Oh, te hard, hè? Echt te hard. Jezus, ik snap het. Nee, waarom Kite Man hot is op dit moment, snapt hij zelf niet. 3 jaar lang werkte hij in zijn eentje aan zijn debuutalbum, The Hermit Sessions. Maar voor zijn concerten verzamelde hij een compleet orkest om zich heen. De kracht van Kite Man, volgens kenners. De cd is echt zijn kind en het orkest is zijn grote visie van hoe moet je dit brengen. En hij bedenkt, ik ga dat met 20 mensen brengen. In het begin zei iedereen, je bent gek, nu hebben ze het een paar keer gezien. Nu vraagt iedereen, je komt toch wel met je hele orkest? Kite Man. Op tv, in de kranten, op de radio, Colin holt van het ene naar het andere interview. Het zijn even hele bizarre tijden nu allemaal. Ik krijg in ieder geval hele gekke berichten te horen van mensen die echt in paniek schreeuwen van ja, het is hier uitverkocht, waarom zijn er niet meer cd's in Groningen en in Tilburg en in Nijmegen, hoorde ik het al. Ja, ik sta op, loop naar mijn computer, check mijn mail, gekke berichten lezen. Wat voor gekke berichten zijn het dan? Eigenlijk dat het nog nooit zo goed is gegaan. dat alles toch wel echt in een ontzettende stroomversnelling is terechtgekomen. En dat het voorlopig nog niet zal ophouden. Kite Man's hip-hop orkest is nu nog aan het repeteren. Want aanstaande zaterdag gaan ze officieel on tour in de Melkweg in Amsterdam. Ik kijk met spanning uit naar de toekomst. Want dit is een blijvertje? Dit is absoluut een blijvertje. Zoveel talenten komen niet elke dag voorbij.